Willem II tegen VVV. Twee ploegen die na 6 wedstrijden keurig in het linkerrijtje stonden, moeten we zeggen, voorafgaand aan deze speelronde. Allebei 3 keer gewonnen, 3 keer verloren. En dat is een dikke prima voor beide. Maar Willem II verloor de laatste 2 wel. En van de laatste 5 thuisduels verloor Willem II er 4. Dus het wordt wel weer tijd voor een succesje in het Koning Willem II stadion. Opstelling van Adrie Koster. Met Pavlidis in de spits. Nog altijd geen dankerlui. Jay Nunnally is weer terug. En speelt als rechter aanvaller. Dat gaat ten koste van Endai Chimier. Vroesai was licht geblesseerd deze week. Maar op tijd fit om te starten vanaf de nummer 10 positie. Aan de linkerkant Keuler. Scheidsrechter is Rob Dieperink uit Borculo. Derde eredivisieduel voor hem dit seizoen. Tost met beide aanvoerders. Peters en Post. Bij VVV Post dus weer terug van een schorsing. De man die vorig seizoen het enige doelpunt maakte in deze wedstrijd. Soriano in de spits in plaats van Haji Wright. Dat betekent Van Ooy aan de linkerkant, Yeboah aan de rechterkant. Lindhorst de meest vooruitgeschoven middenvelder. En Post samen met Kettermol het blok op het middenveld. Achterhoede en de doelman van VVV zijn ongewijzigd. Ja, dat het in dit stadion voor Willem II nog niet zo wil lukken, ligt absoluut niet aan de sfeer. Holmeen. De bal was veel te laag om te kunnen koppen. Broussai probeert het zelf. Ongevaarlijk voor het doel van Kirschbaum langs. Van Ooyen. Goed gedaan door Scheiman. Kettermo. Van Schoenig gestart en Keulert stond een beetje te slapen. Dan glijdt Nelom ook nog weg en komt hier wellicht een mogelijkheid voor VVV. Al is de kopbal een niet ongevaarlijke kopbal van Heerkens. Adrie Koster gaat maar eens staan. En ziet een goede bal richting Nunnally. Nunnally zelf en maar net voorlangs. Heerkens binnendoor bij Scheiman in de loop van Nunnally. Keulert met de hoekschop. Deze is aardig. Kobo Sadiki. Dit is mooi. Vroesai door de benen. En dan de sliding en een penalty. Overtreding Christian Koem. En Dieperink was heel resoluut. Holmen met de lange bal. Dit is schitterend van Vroesai door de benen. Ja, dan tikt hij de bal net weg. Is Koem te laat. En lijkt me hier geen twijfel over mogelijk. Vangelis Pavlidis tegenover Torsten Kirschbaum. Gepakt, maar alsnog de rebound voor Pavlidis. Ja, heel veel meer kon hij niet doen. En Pavlidis reageert alert. De eerste in eigen huis dit seizoen voor Vangelis Pavlidis. Lindhorst laat zich te makkelijk vallen. Jonk en Nunnally met een beetje risico. Van Ooyen. Yeboah had hem graag de diepte in gewild, die bal. Het gaat via Pasionik. Nu was nog Yeboah. Zoekt Soriano.
Verkeerde aanname en dan Lindhorst. Nunnally goed gedaan, zet Scheiman aan de kant. En dan ja, een enorme kans voor Broussaï. Daar liet Scheiman zich wel heel makkelijk wegzetten door Nunnally. Prima teruggelegd en Broussaï die de bal gewoon niet goed raakt. Nunnally. Mooie beweging, schitterende beweging van Jay Nunnally. Meegeven aan Pavlidis. En Heerkens was helemaal vrij aan de rechterkant. Maar dat had Pavlidis even niet gezien. Hopsakee. Broussaï, 10 minuten voor de rust. Oh man. Te lastig om die bal naar beneden te koppen. Sadiki. Lindhorst kan niet bij die bal. Broussaï. En Keulert. Mooie beweging van Keulert. Lekker schot ook. Prima redding. Kiersbouw. Het is een hele simpele, maar hele effectieve lichaamschuimbeweging van Mats Keulert. Waarmee die Christian Koem op het verkeerde been zet. Keulert. Combineert met Broussaï. Sadiki. Jonk. Zo verplaatst Willem II het spel prima naar de andere kant. Nunnally. Pasionik wist niet helemaal waar Keulert was. Dat is een prima voorzet van Keulert. En bijna Nunnally. Maar je hebt het gevoel, en misschien heeft Koster dat ook wel gezegd tegen zijn ploeg, dat als Willem II er nog eentje maakt vroeg in de tweede helft, dat het wel redelijk snoer zit. Zolang VVV geen kansen weet te creëren, is die 1-0 ook voldoende voor Willem II dat er nu uit is met 3 man tegen 2. Nunnally, Pavlidis en hier moet de 2-0 komen, maar Kiersbaum ligt ervoor. Nunnally. Goeie bal van Nunnally. Broussaï. Broussaï. En weer Kiersbaum. Twee keer in korte tijd dat die Duitse doelman de tweede treffer van Willem II voorkomt. En Keulert is gaan zitten. Daar al het gebaar. Het wordt Trezor. Daya Chimier maakte vorige week zijn debuut voor Willem II. Het gaat via Yeboah. Die heeft de bal nog, maar dan een flinke afzwaaien. Dit mogen we ook nog niet als kans stellen en zeker niet als schot op doel. Haji Wright gaat komen bij VVV. Post die wat meer naar achteren gaat spelen. Richting de plek van Reuzelen. Broussaï. Dat is goed gedaan door Post. En hier Haji Wright voor het eerst. Haji Wright. Nou, daar is het eerste schot op doel. En daar heeft Haji Wright een seconde op 15 voor nodig gehad. Dan kan Bart Nieuwkoop gaan komen. En die gaat Nelom vervangen. De een houdt Feyenoord er voor de andere. Speelde 45 minuten in de voorronde Europa League met Feyenoord. Maar verder nog niet dit seizoen. Nu dus het debuut in een Willem II-shirt voor Bart Nieuwkoop. Weg door Lindhorst en Heerkens.
begeleid door Dieperink. In ieder geval het eerste gedeelte, Nunnally. Die een goede eerste helft speelde. Vaak voor gevaar zorgde. Maar in de tweede helft wat minder zichtbaar was. Elton Kabangu voor de laatste 10 minuten. Pas van Neudecker onderschept. En de Chimé. Laag. En Koem. Sadiki. Oh, fraai gedaan. Even dribbelen met het hoofd. Nieuwkoop. Vroesai. Vlak voorlangs. Schitterend van Sadiki. En een prima actie op zich ook wel van Vroesai. Kiersbouw mee naar voren. Neudecker. Soriano. En Willem II heeft de bal in ieder geval voor even weg. Nieuwkoop. Doel is leeg. Maar Nieuwkoop heeft de bal niet. Doet dit wel heel goed. Nog altijd is het niet klaar. Nu wel. En de opluchting en de vreugde bij Willem II. Dat grote fases van deze wedstrijd de bovenliggende ploeg was. Met afstand de meeste kansen creëerde. Hij hield zijn ploeg op de been, Kiersbouw. Met een paar goede reddingen. Maar VVV heeft te weinig gecreëerd om hier aanspraak te mogen maken op een punt. Laat staan 3 punten